Maar goed, gebeurt gelukkig in ieder geval de eerste pak. Superleuk. Ja, absoluut. Ze had ook een paar pasjes gezet. Het was waarschijnlijk niet de bedoeling. Zakjes doen we, joe. Ja. Een hele goeie morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Ik heb al mijn was vrijwel helemaal opgevouwen en gedaan. Ik heb nog wat hangspullen, maar dat doe ik straks. Ik heb ook nog een berg sokken die ik moet opvouwen, of hoe je dat ook noemt. Maar ja, dat is allemaal voor straks. Als Niels thuis is, dan kan die sjouwen. Ja, met zijn rib. Maar ja, ik heb het ook allemaal opgeruimd en gedaan. Zoals jullie zagen, was Liam lekker met Joefke aan het spelen. En dat vonden ze allebei hartstikke geweldig. Ik ga nu het fruithapje maken, want het is zoals jullie zien alweer tijd. De klok loopt 5 minuten achter, dus 5:10. En dan ga ik de mannetjes in orde maken, zodat ze schone luiers hebben en lekker kunnen eten. Fruitje, mango, appel en de rest. En het kindje vindt dit lekker. En hierachter staat de berg was die ik al gedaan heb. En ik ben nog wat aan het wassen. Dus ik ga gauw verder fruit geven, want het kindje heeft honger. De kindjes die hebben op een gegeven moment gewoon lekker geslapen. Mama heeft ook even geslapen. En Joef laat mij niet met rust nu, omdat ik mij gewoon echt niet lekker voel. Ik heb gisteren dan die prik gehaald en ik heb gewoon verhoging op dit moment. En ik voel me zo beroerd als maar zijn kan. En ik ben ondertussen naar Liam aan het kijken, die gekke bek aan het trekken. Mijn schatje. Zitten lekker allebei te spelen in hun eigen wereldje. En ze hebben hun drinken alles gehad. Ik heb niet meer gevlogd, want ik voel mij gewoon echt niet lekker. Ik denk dat ik vandaag ook niet meer ga vloggen, want het is... Ik beweeg mijn arm ook gewoon, hoor. Alleen ik denk dat de slijmbeursontsteking getriggerd is, waar ik vrijwel altijd last van heb. En ik doe niet veel meer. Ik heb eten voor de kindjes uit de vriezer gehaald. En voor de rest kan Niels mij dadelijk helpen koken voor ons beiden. Het is niet zo dat ik misselijk ben in de zin van overgeven of zo, maar ik voel mij gewoon niet lekker. Ik kan gewoon eten en dat soort dingen. Ik had ook aan mijn moeder gevraagd doordat ik vroeger erop reageerde op entingen. Toen zei ze, ja, zegt ze, je bent altijd wel een dag of twee niet lekker geweest dan. Dus nou, hier gaan we naast staan. Ik denk dat ik een dag of twee niet helemaal lekker ben. Dat is dus de doorwerking van een vaccinatie bij mij. Goedemorgen. Gisteren heb ik helemaal niks meer gedaan. Ik voel me eigenlijk niet lekker. Nu gaat het allemaal wel weer, hoor. Maar ik ben bekend met slijmbeursontstekingen. En ik denk dat die spuit mijn slijmbeurs heeft aangewakkerd. En ervoor zorgt dat die weer is gaan ontsteken. Nou is dat niet heel erg. Maar gisteravond kon ik helemaal niks meer met mijn arm. Het deed zoveel pijn. Of ja... Het doet nog steeds pijn, maar nu is het houdbaar. En dan was het gisteravond niet meer. En ja, ik kon niet meer. Ik kon gewoon echt niet meer. En ik heb ook vandaag fysio afgezegd. Want het was gewoon niet te doen. Het was gewoon echt... Het is niet te doen, laat ik het zo zeggen, voor mij nu. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Jordi die is lekker zijn flesje aan het leeg tutteren. Ik heb gisteren hem extra macrogolpoeder gegeven. En had vanochtend super goed gepoept. Omdat hij de afgelopen 2 dagen niet echt gepoept had. Maar het gaat allemaal goed. Tot nu toe. Ik ben een beetje mijn weg erin aan het vinden met Jordi. Voor zijn, met zijn heersprong. Eén momentje. Joef.
er vanaf, niet met speelgoed op de bank, eraf. En hij had heel veel gepoept, zei Niels. Niels heeft daar gelukkig gedaan, dus dat scheelt voor mij ook weer in mijn arm. En nu is het gewoon eventjes alleen maar even in de gaten houden hoeveel die poept en zo. Maar het gaat allemaal goed, hè Jordi? Heeft zijn flesje al bijna op. En Liam, die slaapt nog, die is vannacht ook een paar keer wakker geweest. En die maak ik uiterlijk 8:30 wakker, het is na 8:00. Dus we gaan gewoon even kijken hoe dat de dag wordt. Hier is iemand wakker geworden. Goedemorgen, knappie. Hallo. Hallo. Nee, dag zeggen. Ja. Alsjeblieft. Ja. Mama heeft een flesje al klaar. Ga je mee naar beneden? Klein hondje. Volgens mij hadden we Joef helemaal niet hoeven kopen. Hij gedraagt zich ook al als een hond. Alles slaapt. Tenminste, Jordi ligt net in bed en die was al half aan het slapen. Ik heb vandaag alleen maar doorlekacties van mijn kinderen. Liam die had zichzelf helemaal ondergescheten. Die zat echt tot in zijn nek toe vol. Dus dat heb ik schoongemaakt. Daarna Jordi. Nou, hij had niet gepoept, maar hij had wel zoveel geplast. Ik denk dat hij er een 30 minuten geflikt heeft. Nou, die was dus ook helemaal doorgelekt. Dus dat kon ik ook helemaal gaan verschonen en wassen en doen. Dus die heb ik ook helemaal schoon. En hij ligt nou lekker in bed. Dat ze dat in een 30 minuten tijd zoveel kunnen plassen, hé. Jezus. Maar ja, ik ga je heel eventjes opruimen. Broodje eten. En even op de bank zitten, even. Hallo. Hallo, mama zegt hallo. Doetie. Oh. Hallo, mijn telefoon is niet belangrijker, hè? Mama wil alleen laten zien dat je wakker bent. Jouw handje. Jouw handje. Ja. Ja, met je broer er niet bij? Hè? Mag je niet samen kijken met je broer? Hij doet alleen maar zeuren op jou nou, hè? Ja. Jordi? Je moet wel samen kijken, hè? Je moet samen kijken met je broer. Ja, samen. Het is niet alleen van jou, nee. Meneer Daredevil. Gaar hem. Ja, je moet samen doen.
Floor die samen doen, hè? Nee, Jordi. Dat was leuk. Jordi. Het heeft ook niks mee te maken dat hij het niet snapt. Hij gaat gewoon zitten appen. Dat was weer een mooi verhaal, juffrouws. Kijken jullie de volgende keer weer? Maar dat ga ik nou even proberen op te lossen. Ik heb er nu dit van gemaakt. Kijken wat ze doen. Jordi. Samen spelen. Nee, samen doen. Hij is nou boos op mij. Even ruzie maken met mijn oudste zoon. Ze hebben net samen flinke bonje gemaakt. Of ja, hij heeft bonje gemaakt. En hij is al te kijken van of die wel helemaal goed was. Nu kunnen ze weer samen door één deur. Oh, ik hou ervan als ze zo liggen samen. Doe je arm er nou eens uit. Goed zo. Ja. Doe je armpje er nou eens uit. La 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 la. La 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 la. Ta ta. Ta ta ta. La la. La 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 la. Wil papa je flesje maken, hè? Je hebt straks een ruzie gemaakt met Jordi. Jordi heeft ruzie gemaakt met Liam, eerder dat. En die was heel boos. En die was niet in toom te houden. En ik denk dat papa dat kan bevestigen. Hè, papa? Nee, ik heb eigenlijk niks gemerkt. Nee. Hij was niet zo lief. Maar zijn broertje was wel heel lief voor hem, hè? Ja, jij was heel lief voor je grote broer. Ta-ta. Wie is dat? Is dat Lily? Nee, je gaat niet je vinger in, mijn vinger in jouw mond doen. Juf krijgt voer in haar bak. En dan moet ze al zitten. Even wachten. Ga jij ook zo naar bed? Jij bent ook moe, hè? Zit en wachten. Och, jongen toch. De kindjes slapen. Ze hebben nog wel een tijdje ruzie gehad. Tenminste, Jordi heeft ruzie gehad. En Liam had echt zoiets van... Waarom doe je dat nou? Ik doe toch niks? En deed hij weer aaien zo. En, ja, dan vond Jordi weer niet leuk. En dan was het weer... Dus, ja. Ik heb vandaag een schreeuwdag gehad van de kinderen. In ieder geval van Jordi. Het ging allemaal goed totdat hij uit zijn bed was en dat hij samen met Liam even in de box was. Even, dat hij even moest wachten op zijn flesje. Dat was alles. Ja. Niels is eventjes naar een vriend toe. Die had even behoefte eraan om er even op uit te gaan. Ik zei ga maar, is geen probleem. Ik ben hier eventjes de flesjes aan het afwassen, een beetje aan het opruimen. Op mijn gemakje. Mijn verhoging is gelukkig weg. Waar ik wel van overtuigd ben is dat die prik mijn slijmbeurs heeft aangewakkerd. Dus dat daardoor dat ik echt een pijnlijke arm heb.
Dus doe het gewoon lekker rustig aan. Maar voor de rest gaat het wel goed. Op zich, ik ben gewend om met pijn te leven. Dus ja, dat is dan maar zo, hè. Maar ik ga heel eventjes verder hier op mijn gemakje. En dan komt Niels dadelijk weer thuis. En dan kunnen we de vlog afsluiten. Kan ik even editen. En dan, ja. Hopelijk kan ik nu wel in één keer alles editen. Want de vorige keer kon ik ook niet alles in één keer geëdit krijgen. Er is een update geweest en hij is niet helemaal tje van het. Dus het is iedere keer weer opnieuw hopen dat het goed gaat. Dus ik hoop ook dat het deze keer weer goed gaat. Maar nu eerst heel eventjes opruimen hier. En volgens mij wil Joef naar buiten. Dus gaan we hem even gauw doen voordat ze binnen iets doet. Waar is bij je vriend, jongen? Ja, we zijn er even uit geweest. Dus het was gezellig. Juist. Hoe was het hier? Rustig. Kindje sliepen. Mama blij. Ja, en ik heb een flesje afgewassen en zo allemaal. Mm-hmm. Dus ja. Maar we gaan lekker naar bed, hè. Dus bij deze gaan we deze ups en down ook afsluiten. Welterusten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.